Het ministerie van Defensie behoort het Surinaams volk toe, net als de Nationale Assemblée. Dit haalde minister Krishna Mathura aan tijdens een kennismakingsbezoek van de vaste DNA-commissie Defensie op 20 augustus. Tijdens het gesprek gaf de bewindsvrouw te kennen dat het parlement volledig kan rekenen op transparantie, participatie en de verantwoording in zaken de besteding van de middelen van het Surinaams volk. Tijdens dit bezoek is er ook bijzondere aandacht besteed aan de kwestie van de opslag van ammoniumnitraat in ons land. Dit naar aanleiding van de bezorgdheid geuit door de samenleving na de ramp van 4 augustus laatstleden in de haven van Beirut. Het schip waarin deze chemische stof was opgeslagen explodeerde met verwoestende gevolgen. De vaste DNA-commissie van het ministerie van Defensie bestaat uit voorzitter Sidik Murtabat, Ramon Kudemusu, Cedric van Samson, Sean Benda, Iona Edwards en Ibu Jones.